Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19-pandemie die Suriname ook in zijn greep houdt. Als we kijken naar de recente statistieken op de website www.covid.sr, dan lezen wij dat er 10 personen positief getest zijn op COVID-19, 6 zijn genezen verklaard, 3 zijn nog onder behandeling en 1 persoon is helaas overleden. Momenteel zijn er 280 personen in overheidsquarantaine. Nou, elke aflevering hebben wij een gast. En vandaag hebben wij als gast de ondernemer Virgil Plet. Virgil, hoe gaat het met jou? Gaat rustig, Priscilla. Welkom in de ATV studio. Dankjewel. Met mij gaat het goed. Dankjewel. Sowieso een nieuwe situatie, we moeten ons aanpassen. Maar we doen onze best. Absoluut. Ja? Ik denk hoe niet ga dat... jij om? Deze situatie? Nou, laat me beginnen om aan te geven dat aan het begin van het jaar ik niet had gedacht dat we op dit punt zouden zijn in april. Ja. Iedereen had hoopvolle verwachting voor 2020. Maar we zijn er eenmaal in, we hebben geen keus, we moeten overleven. En als ondernemer is het natuurlijk een uitdaging, want je zit natuurlijk met heel veel issues. Winkels zijn gesloten, personeel moet doorbetaald worden. Er zijn een aantal uitdagingen, maar we proberen het beste van te maken als onderneming. Wat ging bij jou als eerst om toen jij hoorde dat er 1 persoon positief getest was in Suriname? Oké, ik kan me nog herinneren, het was maart, 13 maart als ik het goed heb. Het was een vrijdag. Klopt. Yes. En het was rond 3:30 volgens mij en de vicepresident maakte het bekend. Natuurlijk, je verwacht niet dat het in Suriname, dat het virus in Suriname komt, of dat het virus naar Suriname komt. Maar toen ik het zag, had ik echt zoiets van, oké, we have to prepare for worst case scenario. Voor ons was het natuurlijk vanaf dag 1 nog niet zo ernstig, omdat alles gaat normaal door. Ik kan me heugen, de mensen begonnen te hamsteren en al dat soort dingen. Ja, klopt, inderdaad. Maar wat er op een gegeven moment gebeurde, 2-3 dagen daarna, winkels begonnen te sluiten. En wij zitten zelf in de productiesector. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van de winkels die open moeten blijven, omdat je je producten moet kunnen leveren naar de winkels. En de eerste week hebben we gewoon gemerkt dat letterlijk 40% tot 50% van de winkels hun deuren hebben gesloten. We hebben vanaf toen gewoon gemerkt, na eind maart, dat je een afname hebt in je omzet, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat heeft zeker 3-4 weken geduurd. De winkels zijn eigenlijk nu nog zeker voor 50% gesloten. Maar het was een uitdaging voor ons van hoe overleef je? Want 1, je kan niet produceren. Als je niet kan leveren, kan je niet produceren. Dus dan moet je creatief gaan zijn als ondernemer. Van hoe overleef je de situatie? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die je in dienst hebt, we hebben daar 18 mensen in dienst, toch in dienst kan houden. En uitbetalen, dat je uitbetalen, ze kan uitbetalen. Absoluut, absoluut. Dus we waren al bezig met het bouwen van een supermarkt. Het is nog niet af natuurlijk. We hadden echt zoiets van, weet je, aangezien wij geen producten kunnen leveren voor de supermarkten en de winkels gesloten zijn en mensen toch wel inkopen willen doen, waarom niet onze magazijn openbreken en als alternatief zijn voor de mensen die graag huishoudelijke spullen willen kopen. Niet alleen maar huishoudelijke spullen, maar de spullen die je nodig hebt in de keuken om te overleven in die situatie. Dus we zijn toen gestart op 11 april met de eigen supermarkt op ons adres aan de Livornoweg. Alleen om onze mensen 1 te accommoderen, dat de mensen een baan hebben en dat die mensen aan het eind van de maand uitbetaald kunnen worden. Maar natuurlijk aan de andere kant ook om het volk te accommoderen, dat ze bij ons elke dag tot 6 uur de producten kunnen halen die ze nodig hebben. Oké, je mag even snel een kleine recap over wat je onderneming precies inhoudt. Wat voor onderneming heb je? Oké, we zijn zelf een productiebedrijf. We produceren vullens, marinade en sausen. En dat distribueren we ongeveer naar 600-700 winkels landelijk. Mm-hmm. We zijn recent gestart, zoals ik aangaf, met een supermarket. Ja. En dat is aan de Livornoweg 65. We hebben alle basis levensbehoeften die je nodig zou moeten hebben in de keuken. Dus bij ons kan je natuurlijk alles halen wat je normaal in de supermarket zou halen. Nou, geweldig. Dus dat is jouw aanpassing. Ja, dit is onze aanpassing eigenlijk om te overleven. Maar natuurlijk als ook deze crisis voorbij is, om natuurlijk ermee door te gaan. Want we waren al voornemens ermee te starten. Mm-hmm. Maar we hebben echt binnen een week moeten toveren om eigenlijk onze hele magazijn om te toveren naar een supermarkt. En ik mag niet ontevreden zijn. Mijn mensen hebben werk, mijn 18 mensen hebben werk. Mm-hmm. We krijgen heel veel mensen die erop afkomen en hun producten halen bij ons. Dus ik denk wel dat als het zo blijft, dat we die situatie wel kunnen overleven. Okay. Zijn jullie ergens online? Kan ik van tevoren mijn bestelling plaatsen? Dat ik gewoon langs kan komen en het is al klaargelegd. Ik doe mijn betaling en ik
ga weer weg, wegwezen. We zijn van plan. We zijn bezig met de bouw van een website. Ja. En we willen natuurlijk ook het makkelijk maken voor mensen. Dat ze een appje kunnen sturen en dat we de spullen dan gereed kunnen zetten. Of we kunnen het bezorgen voor mensen. Okay. Maar we zijn nog niet zo ver. Het is allemaal zo snel gebeurd, Priscilla. Mm. We zijn letterlijk binnen 4-5 dagen gestart met de supermarkt. En je moet rekening houden, als je met meer dan 100 items zit, dan moet je wel die spullen geleverd krijgen door verschillende leveranciers. Die zijn natuurlijk ook beperkt, want heel veel bedrijven werken tot 1 uur, 2 uur. De leveringen komen niet optimaal. Ja. Dus je moet ook gaan naar de bedrijven om de spullen soms te halen. Maar we proberen er het beste van te maken. En ik hoop dat we uiterlijk eind van deze maand ook de optie hebben voor de mensen die niet eruit willen gaan, die thuis willen blijven en toch wel hun levensmiddelen thuis willen krijgen. Dat we dan als alternatief zijn voor die mensen, dat ze onze appje sturen of een mailtje of via de website bestellen en dat we die spullen dan voor de mensen thuis bezorgen. Oké, ik mag zeggen dat dankzij de situatie nu jij zeer creatief bent en je hebt je plan eigenlijk sneller in werking gebracht. Want de planning was al dat je eigen supermarkt wilde opzetten. Klopt, maar we waren nog niet klaar met de bouw van het pand waar eigenlijk de supermarkt moet komen. Inderdaad, het was echt creatief denken natuurlijk ook durven. Want te midden van een economische crisis en laat me zeggen ook het virus waarmee we te maken hebben op dit moment. Dat je toch start met een nieuwe uitdaging. Je weet niet als mensen erop af zullen komen. Het is een uitdaging, you know. Maar desondanks mogen we niet ontevreden zijn. Het heeft heel veel durf natuurlijk vanuit onze zijde. We hebben heel veel durf moeten hebben om het daarmee te kunnen starten. Maar we mogen niet ontevreden zijn. En ik denk wel dat we, als we zo doorgaan, dat we die situatie kunnen overleven. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn mensen kan betalen eind van de maand. Yeah. En ik wou niemand bedanken, omdat ik weet dat we het allemaal moeilijk hebben. You know, het is een situatie dat ons allemaal treft. En voor mij was het belangrijk om de mensen in dienst te houden. So, vandaar dat we zijn gestart hiermee. Eerder zijn gestart hiermee. Okay. Jij blijft positief. Ja. En hoe hou jij de werknemers positief? Heb je dagelijks gesprekken met ze? Of ben je gewoon bewust bezig ze te motiveren tijdens het werken, tijdens de productie? Oké, ik moet eerlijk zijn, we hebben een team van 18 man. En er zijn mensen die er echt bijna al 10 jaar zitten bij ons. En het is eigenlijk niet meer gewoon een team. Het is familie geworden. Mm-hmm. So, if there is a problem, pakken we het gezamenlijk aan. Okay. You know, ik hoef mijn mensen eigenlijk niet gemotiveerd te houden, omdat ze zich deel voelen van het team. Het is altijd belangrijk dat ze zich deel voelen van het team. En ze hebben natuurlijk heel veel liefde voor hun werk en natuurlijk ook voor de organisatie. En we proberen het zo te houden. Natuurlijk, af en toe is er een pep talk. En we hebben altijd een luisterend oor om te kijken als we kunnen helpen, mocht het zijn dat ze in een of andere situatie zitten. Yeah. Neem jij de voorzorgsmaatregelen ook in acht? De handen wassen, vaker wassen, social distance, 2 meter afstand. Hoe ga jij daarmee om? Oké, sowieso. Los van onze supermarkt gaat onze productie nog door. Wat we hebben gedaan, we hebben zeker 12 mensen in de productie. We proberen ze natuurlijk in 2 shiften te delen. Doordat alle 12 mensen 1 keer in de productie zijn, hebben we dan bijvoorbeeld 2 shiften. Je hebt eerst 6 mensen en daarna weer 6 mensen. Dat is een van de dingen dat we hebben gedaan. Het tweede dat we hebben gedaan is dat we hand sanitizer hebben geplaatst in het gebouw. Ook natuurlijk voor de klanten die komen naar de supermarkt, zodat ze hun handen eerst desinfecteren voordat ze komen. En natuurlijk de basic veiligheidsvoorschriften van het COVID-team, dat nemen we sowieso weer acht. Oké, geweldig. Nou, Vullen, wat voor boodschap heb jij voor de samenleving van jouw kant uit? Ik denk dat we als land, als wereld, vaker uitdagingen hebben gehad. En men zegt, je moet niet te optimistisch zijn, maar ik geloof dat ook dit COVID-19-virus, als we het goed beheersen, dat het straks voorbij is en het leven gaat dan verder. Ja. You know, if this is not the end, na dit alles moeten we verder leven. So, ik denk dat het belangrijk is dat we 1 gefocust blijven, dat we ervoor zorgen dat we onszelf beschermen tegen het COVID-19-virus, maar dat we niet blijven dromen en dat we niet blijven werken, want ook na dit alles moeten we verder leven. Oké. Okay. Nou, we zijn aan het einde gekomen en ik bedank je voor je komst naar de studio. Ik wil je de gelegenheid geven om de mensen uit te nodigen om naar je supermarkt te komen. Oh, dat is lief. Oké, we zijn aan de Livorneweg 65. Je mag in de camera kijken. In de camera, yes. Oké. We zijn aan de Livorneweg 65. We zijn er elke dag van 5:30 tot 6:00. Ook op de zondag. We hebben sowieso alle eerste levensbehoeften. En we doen het natuurlijk niet alleen maar voor het geld. Het geld moet er komen, want je hebt kosten die je moet betalen, je hebt verplichtingen.
Maar wat we ook hebben gedaan, wat ik niet heb gezegd, Priscilla, is dat we de producten zo goedkoop mogelijk houden. De normale winkel maakt 20%. Wij zeggen van, weet je, we hebben voldoende aan 15%. Is een win-win situatie. You know, de situatie met betrekking tot het COVID-19-virus is al erg genoeg. De economische situatie heb je aan de andere kant. So, het is ook een tegemoetkoming voor de mensen om bij onze producten iets goedkoper te vinden. Jij bent echt een sociaal mens, hè? Nou, sociaal, we moeten elkaar helpen. Sociaal voelende. Ja, we moeten elkaar helpen. Daar geloof ik in. En als we het samen doen, samen zijn we sterk. En als we het samen doen, geloof me, binnen no time komen we er allemaal beter uit. Helemaal eens. Alleen samen kunnen we Suriname weer COVID-vrij maken. Zo is dat. Ja? Zo is dat. Nou, dan, dit is onze welbekende Furlens. We kennen hem, zo kennen we hem. Maar hij heet Virgil Plet. En hij is vandaag bij ons geweest in de studio. Ik bedank u ook voor het kijken. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht. En belangrijk deze periode is, blijft u kalm. Ik wens u een veilige dag verder.